Het recreatiepark De Ster is een troef rijker. Vanaf zaterdag 25 mei kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar klimmen, klauteren, glijden en schommelen in een prachtige nieuwe speeltuin. Het is een prachtexemplaar met een aantrekkingspunt dat specifiek moet zijn voor het domein. Dus het toestel hier achter mij is gecreëerd specifiek voor het domein zelf en gaat je dus op geen enkel ander recreatiepark tegenkomen. Een uniek speelplein, speciaal ontworpen voor de Sint-Niklaas speelvogels. Er zitten dus allerlei spelelementen in verwerkt. Dus alles komt tot uiting, klimmen, klauteren, tuimelen, uitdaging. Het is een fantastische samenstelling. De oude speeltuin was toch 12 jaar oud. En dan beginnen links en rechts naar de toekomst toe eventueel gevaren op te komen. Maar zover kan het niet komen, want het nieuwe speelplein staat er. En voldoet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Alles is volgens de Europese normen veiligheid ook. De valdemping is rekening mee gehouden, dus een volledig veilige speeltuin. En de ouders kunnen rustig van op het terras toekijken hoe hun kinderen zich uitleven. Misschien doet meneer Kokkelberg dat ook wel, want binnenkort is er wat extra tijd om te genieten. Uiteindelijk is het ook een zeer aangenaam gevoel voor mij, dus binnen enkele weken met deze speeltuin dus het domein te kunnen verlaten. En reden te meer dat de nieuwe directie Pieter de Baats was ook in de jury aanwezig en die staat er volledig achter. Dat maakt het voor mij nog een keer veel plezieriger. Wil je het speelplein al eens voor de eerste keer komen uittesten? Kom dan zeker langs, nu zaterdag 25 mei vanaf 14 uur.